Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl het is een flink wisselvallig weer boven Centraal- en West-Europa. Ook boven het noorden van Europa, dus in Scandinavië komen veel buien voor door een lager drukgebied. Je ziet dat de lucht erg onstabiel is, want waar eerst de opklaringen zaten, ontstaan ineens allemaal stapelwolken. En die groeien later allemaal uit tot buien. Verder liggen er diverse storingen klaar, met name een paar die vanmorgen richting de Benelux gaan. Die ligt momenteel boven de oceaan. En boven het oosten van Europa ligt nog een langgerekt front waar met name morgen een aantal stevige regen- en onweersbuien op kunnen gaan ontstaan. En dat front dat strekt zich uiteindelijk helemaal uit vanaf ongeveer het noorden van Polen tot aan de Balkan, want dat zien we ook op de kaart terug. Flinke onweersbuien in het oosten van Europa, en wolken en ook regen bij ons, met name in de Benelux morgen veel regen op sommige plaatsen, terwijl het op andere plaatsen eigenlijk heel mooi weer is. Maar eerst in ieder geval centraal en west-Europa, want in het oosten van Europa en ook in delen van centraal Europa is het nog steeds onstabiel. Wordt het eerst zomers warm met temperaturen rond 25 graden, maar kunnen later in de middag stevige regen en onweersbuien gaan ontstaan. Daarbij zijn hagel en windstoten mogelijk en plaatselijk is wateroverlast ook niet uit te sluiten. De laagste temperaturen die vinden we terug bij ons in de Benelux. Een front zorgt voor een echt dik pak wolken en dan gaat er van tijd tot tijd regen vallen. Ik vraag me af of we de zon nog te zien gaan krijgen, misschien in het noorden van de Benelux, maar heel veel zal het allemaal niet voorstellen. Wat verder naar het zuiden in het noorden van Frankrijk, daar wisselen zon en wolken elkaar wel af. Maar ook daar kan af en toe wat regen vallen. Het beste weer dat vinden we terug in het oosten van Duitsland. Daar de meeste zonnige periode, maar echt warm is het niet. De hoogste temperatuur is daar ongeveer een graad of 24. Waar het wel echt mooi zomerweer is, dat is echt in het midden van Spanje. Een lage drukgebied boven Spanje zorgt voor een aanvoer van een droge lucht uit het noorden van Afrika. En daarmee uh, ja, zijn er heel weinig wolken en kan de temperatuur ook flink oplopen tot het lokaal wel meer dan 40 graden aan toe. Voor de mensen die wel uh, lief hebben zijn van flink wat zonneschijn, maar niet die hoge temperaturen kunnen het beste naar het uiterste westen van Portugal en het noordwesten van Spanje. Daar is het een aantal graden koeler, maar alsnog prachtig vakantieweer. Ook in Frankrijk en grote delen van Frankrijk schijnt volop de zon. En is het warm. Aan de zuidkust van Frankrijk ook tropisch warm. Met daar temperaturen van ruim 30 graden. In het midden van Frankrijk is het ook perfect activiteitenweer. Met daar temperaturen van tussen 23 en 27 graden. En ook zeker gericht op zon. In het noorden van Italië kunnen wel wat buien gaan vallen, mogelijk ook met hagel en onweer, maar die trekken al vrij snel weg richting de Adriatische Zee en naar Kroatië. Want daar zien we dan morgen de meest felle onweersbuien terug. Daar ook al ook echt. Kans op echt hele fikse buien, met misschien ook al forse hagelstenen. Nou, dat gaat allemaal vooraf aan hoge temperaturen met daar in de middag 32 tot 35 graden. Het voelt daar heel benauwd aan, want de stroming die komt recht vanaf de zee, waardoor het erg vochtig is. En dat geeft voldoende energie voor die zware onweersbuien. Ook prachtig weer in het zuidoosten van Europa. De hoogste temperaturen aan de Turkse zuidkust, daar misschien lokaal wel 40 graden. De zon schijnt er volop en hetzelfde geldt ook voor Griekenland. Het meest fijne vakantieweer misschien voor de mensen die niet echt van die hitte houden op de Griekse eilanden. Daar temperaturen tussen de 26 en 30 graden, en een verkoelende noordenwind. Bij ons in Nederland vanavond in eerste instantie nog op de meeste plaatsen droog. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe op nadering van een warmtefront. De temperaturen niet laag, 17 of 18 graden. Maar later op de avond gaat het vanuit het zuidwesten toch echt wel op steeds meer plaatsen regenen. Want vannacht, met name in het zuiden, veel regen. Misschien dat er lokaal neerslag kan gaan vallen van 10 tot misschien wel 20 mm. Die minima die komen uit uh, met 14 graden in het zuidwesten en 10 graden in het noordoosten van het land, waar het nog het langst uh, opklaart. En ook nog opklaringen zijn en het droog blijft, uiteraard. Ook morgen bewolkt weer. Vrijwel de hele dag bewolkt en ook vrijwel overal. Temperaturen echt aan de lage kant voor de tijd van het jaar, waar het normaal 23 graden hoort te zijn. Wordt het morgen maar een graad of 19 tot lokaal misschien 21 graden. En de meeste regen nog steeds in het zuiden van het land. Mogelijk dat later op de dag in het Waddengebied de zon heel even doorpiept, maar heel veel zal het er allemaal wel niet zijn. Ook woensdag nog een mindere dag. In de loop van de dag gaat in het noordwesten de zon wel wat vaker schijnen. De temperaturen iets hoger dan morgen met dan 20 tot lokaal 22 graden. En vanaf donderdag dan gaan we langzaamaan weersverbetering tegemoet. Het hoge drukgebied vanaf de Azoren dat komt geleidelijk onze kant op. En dat gaat steeds meer invloed uitoefenen. We gaan de zon vaker zien. De temperaturen die lopen iets op. Met name in komend weekend. Ook op donderdag en vrijdag zien we dat al terug. Want dan meer zonneschijn en geleidelijk minder wind. In de pluimen zien we dat heel goed terug. Want in komend weekend dan loopt de temperatuur misschien op naar op zondag zomerse waarden. Maar wat ook opvalt is dat de dagelijkse gang in de pluim flink toeneemt. Dus het verschil tussen de maximum en minimum temperatuur. Dat, berekent, dat betekent dat we een vrij open weerbeeld krijgen met vaak zonneschijn, overwegend droog. En ook wat hogere temperaturen met zoals ik al zei op zondag en maandag misschien wel lokaal een zomerse 25 graden. Dat hangt allemaal af van de exacte positie van de hoge drukgebieden waar die komen te liggen. En met een oostelijke stroming dan wordt het wat warmer, maar mocht de hoge drukgebieden mochten die wat zuidelijker uitkomen, dan blijven in die westelijke stroming zitten, wordt het wel wat droger met wat vaker zon, maar helaas niet zo warm. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl.